Van hier naar Amersfoort. Als je alle plastic bekers die in een jaar tijd worden leeggedronken hier in het stadion achter elkaar legt, heb je een sliert van hier tot aan Amersfoort. 400.000 in totaal. Allemaal kwamen ze in de verbrandingsoven terecht. Maar daar komt nu verandering in. En daar hebben we jouw hulp bij nodig. Als allereerste voetbalclub in Nederland stapt Go Ahead Eagles over op een volledig circulair systeem op het gebied van plastic bekers, genaamd PET 360. Oftewel, van elke beker die wordt weggegooid, wordt weer een nieuwe gemaakt. Vanaf zondag vind je deze drie afvalbakken terug op jouw tribune en op het stadionplein. Je plastic bekers gooi je in deze en je overige afval gooi je in deze twee. Let op, bekers die op de grond belanden kunnen niet gerecycled worden. Jouw aandeel in dit hele proces is dus cruciaal. Daarom verbinden we er mooie prijzen aan, maar hierover later meer. Graag vertel ik je eerst wat er gebeurt met jouw plastic beker. Na iedere wedstrijd worden deze verzameld in een speciale container. Als deze container vol zit, wordt die verstuurd naar de bekerfabrikant. Daar worden ze vervolgens gewassen en in stukken geknipt. Verwerkt tot plastic korrels. Die weer als basis dienen voor nieuwe plastic bekers. En zo maakt jouw beker zijn rentree in de Adelaarshorst. En wat gebeurt er dan met het afval uit de andere bakken? Ook dat wordt zoveel mogelijk hergebruikt door alle nuttige bestanddelen uit bijvoorbeeld voedselbakjes terug te winnen. Karton 360 heet dat. Ik zei het net al even, maar jouw aandeel in dit alles is cruciaal. Dus gooi jij je afval in de juiste bakken, dan ben jij na Maradoni. Ook niet slecht en die gaat erin. Het is nog niet te geloven, want wie maakt hem? Maradoni. En Joey Suk. Suk, de ruimte voor het schot van Suk is goed dat hij binnenvalt. De nieuwe bekerheld van Go Ahead Eagles. Daarom worden dit seizoen bij alle thuiswedstrijden twee Matchworn Baker shirts weggegeven aan supporters die ons helpen de wereld een beetje mooier te maken. De shirts worden uitgereikt door speciale mystery guests die rondlopen in het stadion. Dank voor jullie aandacht, ook namens onze partners die dit samen met jullie mogelijk maken.